je maar voor. Ik zal een fenomenale jeté doen. Ik vind het leuk en ik ga door. Goedenavond. In de Sovjet-Unie werden vanmorgen, na het bericht over de dood van president Brezhnev, overal de vlaggen voorzien van een zwarte sjerp. Ook, verscheen op tal van openbare plaatsen en op de televisie, zijn portret, eveneens zwart omrand. Brezhnev is 75 jaar geworden en heeft 18 jaar lang de Sovjet-Unie bestuurd. Afgelopen zondag werd hij voor het laatst in het openbaar gezien, bij een plechtigheid bij het mausoleum van Lenin. In Polen is door de regering in Warschau officieel bekendgemaakt dat Lech Wałęsa, de oprichter van de Vrije Vakbond Solidariteit, binnen enkele dagen zal worden vrijgelaten. Wałęsa werd vorig jaar december, na de machtsovername door het leger, gevangen gezet. Zijn vrijlating zou het gevolg zijn van een persoonlijke briefwisseling tussen Wałęsa en Polens hoogste leider Jaruzelski. Aardgas wordt opnieuw duurder. Per 1 januari wordt de prijs van 1 kubieke meter gas met 3,2 cent verhoogd, inclusief BTW. De Vereniging van Gasbedrijven, VEGIN, heeft dit vanmiddag besloten, nadat het VEGIN-bestuur enkele voorstellen om de prijs komend jaar gelijk te laten zeer scherp had afgekeurd. Staatssecretaris Schwietert van Defensie is afgetreden. Hij bood vanmorgen de koningin zijn ontslag aan. Schwietert vindt dat er rond zijn persoon de laatste dagen discussies zijn ontstaan waarvoor hij voor een deel zelf de verantwoordelijkheid wenst te dragen. Hierdoor is het aanzien van de politiek geschaad, vindt hij verder, en kan hij niet goed als staatssecretaris functioneren. De rechtbank in Amsterdam heeft een 32-jarige man tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van taxichauffeur Siebelink in juni van dit jaar. De dader bleef ontkennen iets met de zaak te maken hebben gehad. Maar de rechtbank voerde een zeer lange reeks bewijzen aan voor zijn schuld en achtte het doodsteken van de taxichauffeur bewezen. Het weer, veel bewolking en morgen overdag enige tijd regen. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Aan de kust tot stormachtig toenemende zuidenwind. Goedenavond. Dag allemaal, welkom bij de VARA op Nederland 1. In verband met de dood van Leonid Brezhnev is er een wijziging in ons programma. Om 8 uur kunt u kijken naar het Nederlands tv-spel Inzicht. Dan om 8:50 een extra aflevering van Achter het Nieuws. En daardoor komt Kijkhaar vanavond te vervallen. VARA speelgoedactie 1982 en dat betekent het derde programma Kinderen voor Kinderen dat mede dankzij jullie jongens en meisjes gemaakt is. Presentatie Leonie Jansen.